Nog even en dan verdwijnt de gemeente Werkendam. Ter herinnering aan de gemeentenaam plaatst de gemeente Werkendam in iedere kern een herinneringsboom en bankje. De eerste exemplaren zijn inmiddels geplaatst in Dussen en Sleerwijk. En woensdag waren Nieuwendijk, Hank en Werkendam aan de beurt. Gepaard met witte laarzen en een schop in de hand werd de handeling verricht door wethouder Magiel de Gelder. En het is een historisch moment, want we staan op het punt afscheid te nemen van de gemeente Werkendam. Nou, met al die fusies en dergelijke zijn een heleboel gemeentes verdwenen. En helaas, gemeente Werkendam qua naam gaat ook verloren. En we hebben als gemeente gezegd, ja, we willen iets doen voor onze kernen. We hebben 5 kernen, waarvan Werkendam er 1 is. En wat zou er mooier zijn om iets levendig te geven? En waarom een boom? Een boom is goed voor de leefomgeving, voor het klimaat. Het draagt iets bij aan de duurzaamheid. Het neemt CO2 op. Het stoot ook weer zuurstof af. Het is goed voor het milieu. Het is ook aantrekkelijk. Kleuren, groen, bloemen. In de herfst de Indian Summer. Al die prachtige verschillende kleuren. Het is ook een rustpunt. Want wat is er nu heerlijk als rustpunt en ontmoetingspunt. Gezamenlijk onder dat bankje te gaan, op dat bankje te gaan zitten onder die prachtige boom daar. Hij heeft weinig last van ziekte. Het is een mooie grillige boom, zoals de natuur ook is. Vandaar ook dat hij er al wat grillig uitziet nu. Prachtige roomwitte bloemen. Mooi contrast met dat groen van die bladeren. En wat ik al zei, het is vlakbij het bijenhotel van het Hertenpark. En het belangrijkste, het is ook een toekomstboom. Door goede omstandigheden, en dit is een prima plek voor die boom, kan die boom ontzettend oud worden. Dus als het goed is, blijft deze boom ontzettend lang staan. Goed verzorgd. Nou, dat is bij de mensen van dadelijk de gemeente Altena is dat in goede handen. En wat ook goed is, dat hij hier staat. Want als er in de kern Werkendam een plaats is van ontmoeting en van herdenken en van gedenken, is dat hier bij dat prachtige monument. En ik ga nu samen met u, gaan we wat grond om de boom doen, dat hij definitief geplant is hier. Ja. Als u mij wil helpen. Ja, wat dan? Ja, ik heb helaas geen witte laarzen voor u. Nee. Maar zou het gaan? Ja, wat dan? Ik krijg geen problemen thuis dan? Ja.